heeft hard toegeslagen in Florida met vooral veel overstromingen. Goedenavond. Na een spoor van verwoesting te hebben achtergelaten in de Cariben trok orkaan Irma de afgelopen 24 uur over de Amerikaanse staat Florida. Begonnen als de op na zwaarste categorie 4... is ze inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Maar de schade door wind en vooral water is er niet minder om. Met name de zogeheten stormvloed, in het Engels storm surge, vormde een gevaar. Wanneer een zware orkaan overtrekt, zoals Irma, wordt het zeewater door de wind opgestuwd in de draairichting van de orkaan. En daardoor steeg het water gisteravond voor de kust van Miami en liepen daar de straten onder. Aan de westkust werd het water juist van de kust weggestuwd, waardoor de zeespiegel daar daalde. Maar nu Irma verder trekt, keert het zeewater voortgestuurd door de orkaan terug, soms zelfs enkele meters hoger. En daardoor overstroomt de boel alsnog. Vooral rond de grote steden als Tampa en Sint-Petersburg, waar nauwelijks dijken of zeeweringen zijn, is dit een serieus probleem. Ja, en in Tampa Bay is correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat kan jij nou zeggen over de schade daar? Ja, Arjen zei er al even wat over: dodental als gevolg van Irma. Inmiddels is dat opgelopen tot boven de 40. Zeker 10 mensen kwamen om op Cuba. Drie op Puerto Rico, negen op de Maagdeneilanden, één op Anguilla, één op Barbuda en negen op het Franse en vier op het Nederlandse deel van Sint Maarten. Ja, en Koning willem Alexander en minister Plasterk zijn vanmiddag aangekomen op Sint Maarten. Om met eigen ogen te zien hoe de hulpverlening verloopt en om de bewoners van het eiland een hart onder de riem te steken. Marjolein, vanaf Sint Maarten, dank je wel. En vrijdag is op radio en tv een nationale actiedag voor de slachtoffers op Sint -Maarten. S avonds is er een speciale televisieuitzending vanuit het Instituut Beeld en Geluid op het Hilversumse Mediapark om geld op te halen voor hulp en wederopbouw. En tot nu toe is er anderhalf miljoen euro binnengekomen op Giro 5125. Nederlandse gevangenissen zitten niet bepaald overvol. Inmiddels zijn er zo'n 3000 lege cellen. Gevangenismedewerkers gaan op zoek naar een andere baan omdat ze vrezen dat er meer gevangenissen moeten sluiten. Maar inmiddels zijn er zoveel bewakers vertrokken dat de veiligheid in het geding is. Dat zegt de allerhoogste directeur van het gevangeniswezen vanavond in Nieuwsuur. Frank de Boer vertrok in 2016 bij Ajax nadat hij in Amsterdam vier keer de landstitel had behaald. Zeeland is naastig op zoek naar jonge huisartsen. De komende jaren gaat meer dan een derde van de Zeeuwse huisartsen met pensioen. Ter vergelijking, in de Randstad gaat het om maar een tiende van de artsen. Opvolgers zijn nauwelijks te vinden en daarom proberen de Zeeuwse huisartsen nu jonge huisartsen te lokken met een promotiefilm. Ja, opvolgers van huisartsen die nu met pensioen gaan, zijn heel vaak waarnemers die geen eigen praktijk hebben. Waarnemers weten meestal minder van de medische achtergronden en geschiedenis van hun patiënten en bouwen daarom ook geen langdurige vertrouwensband op. In ongekend krachtige bewoordingen heeft de VN de regering van Myanmar veroordeeld. De vervolging van de Rohingya-minderheid noemt de VN het schoolvoorbeeld van etnische zuiveringen. En de VM wil dat Myanmar waarnemers toelaat, maar de regering weigert dat tot nu toe. Na 50 jaar is hij weer terug in de Noordzee, de Blauwvintunijn. Niet zozeer voor onze kust, maar wel bij Denemarken. En dat is opmerkelijk, want door jarenlange overbevissing gold hij als een bedreigde diersoort. Hoe hij zijn weg terug heeft gevonden, is niet duidelijk. En daarom gaan onderzoekers de vissen nu volgen. Ja, van de zee gaan we... Naar de lucht, Willemijn. Heel Dat hoog, was het vandaag. Heel hoog, ja. Heel, Rot, hoog, he? ja, ja, heel hoog. Ja, prachtig. Dan weer eens wat ander plaatje van het weer. Want je ziet hier wel... En Om tien uur kunt u kijken naar Nieuwsuur op NPO 2. Ik wens u een heel mooie avond.